Want wat eiste de officier van justitie ook alweer? 22 maanden brommen, water en brood. Ja, ja. Voor de lijn vet. Voor de lijn wel goed zijn, maar dat is ook het enige positieve. Nieuws. Richard de Mos, toch een van de grootste criminelen uit Den Haag, is inmiddels vrijgesproken. Maar nu blijkt dat het OM wel het onderzoek van Richard de Mos zelf heeft gelekt naar allerlei mensen. Wij gaan vandaag eens even verhaal halen bij deze gevaarlijke man. Yo man. Binnenkomen? Ik wil wel binnenkomen. Een tijdje geleden is jouw dossier gelekt, net voor de zitting van de zaak. Ja. En normaal gesproken komt er dan een onderzoek naar het feit dat dingen lekken. Maar jouw onderzoek, ja, dat is van de baan nu. Ja, het is een gedegen onderzoek geweest en je raadt het al. De dader ligt op het kerkhof, waar mogelijk zelfschending van het ambtsgeheim of zelfs smaad bij het OM zit. Ja, daar wordt natuurlijk snel het boek dichtgegooid. Waarom denk je dat het OM heeft gezegd, we gaan deze lek niet verder onderzoeken? Ja, ze zeggen dat ze hebben wel een gedegen onderzoek gedaan, eerlijk is eerlijk. Daarbij blijkt dat het dossier ook gewoon rondgeslingerd heeft. De privacy van mij en de andere verdachten is met voeten getreden. Niet opgeborgen in een beveiligde kast bijvoorbeeld, lag gewoon met USB-stick. En het hele document, 15.000 pagina's, lagen gewoon ten burele. Iedereen kon er lekker in snuffelen. Heb jij een idee van hoeveel mensen naar jouw dossier hebben kunnen kijken, terwijl dat eigenlijk alleen bij de officier van justitie en bij de rechter had moeten liggen? Nou, zeker 125, zegt het OM zelf. Dus er zijn 125 mensen die hebben gedacht kunnen hebben, hey, laten we eens eventjes de boel lekken. En naar hartelust Richard de Mos en de medeverdachte zoveel mogelijk beschadigen. Opvallend is ook dat gebeurde de vrijdag voordat de zitting begon in Rotterdam. Ja, en we zijn van alles vrij gesproken. Dus er is hier opzet in het spel geweest. Alleen ja, de dader ligt op de kerkhof en dat is bijzonder spijtig. Het was voor mij een hele slechte vrijdag, want je werd gegild van twee kanten. Ja, en je werd eigenlijk veroordeeld door trial by media in plaats van dat de rechter het oordeelvelden. Ja, en laat de rechter, drie stuks, hebben gezegd volledig onschuldig. Jij hebt altijd al gezegd dat het zaakje een beetje stinkt. Hè? Je hebt altijd al gezegd dat je onschuldig was, maar toch is het een hele grote zaak geworden. En het OM heeft ook een hele heftige straf geëist in eerste instantie. Want wat eiste de officier van justitie ook alweer? 22 maanden brommen, water en brood. Ja. Voor de lijn wel goed zijn, maar dat is ook het enige positieve. Ja. Nou ja, als jij iets zegt, dan neem ik het natuurlijk van je aan, want je weet het, hè, Ries, jij en ik, hè, wij zijn zo. We hebben een heel lang verleden. Maar ja, heel lang. Zeker verleden. Zaartje. Ja, klopt. Ik mag dat ook zeggen, hè. Ja, tuurlijk, Zaartje, weet je wel, meisje, dat soort dingen. Nee, gewoon vriendelijk. Nee, absoluut niet zo. Jij bent groot iemand, een groot iemand. Nee, respect voor. Groot talent in de journalistieke wereld. Ja, respect, man. Ja, voor jou ook. Ja. Maar nu, als je dit dan nu zo ziet en het feit ook dat er zo'n onderzoek daar zo rommelig mee is omgegaan en dat het OM zegt van ja, weet je, zo erg zal het wel allemaal niet zijn. Ja, dat laat wel vermoeden dat het inderdaad misschien ergens een beetje stinkt. Wat denk jij daarover? Nou, stinken doet het zeker. Alleen het is zo verneukeratief dat je daar je vinger niet op kan leggen. En dat zijn de 125. Ja, en wie van de 125? En is het dan aan een ander gegeven? Dan zijn het weer meer die je verdacht kunnen zijn. Ja. Dus het is gewoon niet netjes. En ze zijn niet netjes met de privacy van verdachten omgegaan. Sterker nog, het is willens en wetens ingezet om mij daags voor de zitting te framen. En dat is behoorlijk gelukt, want ik kan me die vrijdag nog goed herinneren. De gordijntjes dicht, emotionele schade, imagoschade, reputatieschade en natuurlijk deze hele zaak ook een hoop financiële schade. Heb je nog een aantal wijze woorden voor mensen die bij het OM werken? Ja, doe dat boek dicht en ga echt de boef vervangen. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!